staan hier bij een kunstwerk van Lotte van der Graag. Lotte van der Graag was iemand die zich een beetje in die Cobra groep begaf. Ze is er nooit echt helemaal bijgekomen, maar ze heeft er wel altijd zo tegenaan gezeten. Mensen zoals Karel Appel en Corneille en zo, daar in die sfeer zat ze een beetje. En het is een reuze verrassing dat hier zo in deze wijk een echte Lotte van der Graag tevoorschijn is gekomen. Die werkelijk museale kwaliteit heeft. En de wijk heeft dat mooi opgepakt. Het hoeft licht gerestaureerd te worden, maar het staat weer helemaal op de kaart. Nou, ik ben benaderd om dit wandreljef te restaureren. En het is een grote eer om aan echte Lotte van der Graag te mogen werken. Het is een prachtig kunstwerk. En het had een beetje last van betonrotten en zo. En ik heb een paar kleine dingen gedaan, maar het is verder in een relatief goede staat. Het is echt betonrot. En betonrot wil zeggen dat er ijzer wat in de ornamenten zit, dat is gaan roesten. En als ijzer roest, dan zet het uit. En dat is veel meer dan de meeste mensen denken. Een ronde staaf ijzer, dat kan uitzetten tot wel 7 keer. En het gaat heel gestaag met zoveel kracht dat het de omliggende beton echt wegduwt. En dan heb je de nodige schade. En dat is daar ginds aan de gang. Wat ik gisteren gedaan heb is de stenen weggehakt, helemaal vrijgehakt. Ik heb het ijzer helemaal losgehakt en daar waar ik dacht dat ijzer heeft geen functie meer, zoals in deze situatie, heb ik het ijzer met een haakslijpertje weggezaagd. En het ijzer wat nog bloot lag, dat heb ik met meni behandeld en het is nu droog. Dus nu komen we bij de volgende fase. Nu ga ik deze vorm, en die is gelukkig ook daar te zien, dus het wordt een herhaling van deze vorm. Die ga ik hier weer met restauratiemortel, die ik al op kleur heb gemaakt en op structuur, ga ik dit restaureren. Dit is een stuk steen wat afgebroken is van, van de ornamenten van Lotte van der Graag. Hier aan dit stukje steen kan ik eigenlijk heel veel aflezen. Je ziet hier bijvoorbeeld van die roestsporen. Dat heeft te maken met het betonijzer. En betonijzer, dat is eigenlijk dit soort ijzer wat in het betonelement verwerkt is. En dat heeft hier gezeten. Dat is gaan roesten. Dat is gaan uitzetten daardoor. En dat heeft dit stuk afgebroken. Dus dit kan ik zien. Verder is het beton is die Lotte van der Graag heeft ze geboetseerd. Die heeft er een mal van gemaakt. En als je dan hier de mal hebt, toen heeft de man die het element heeft gemaakt, die heeft eerst een bedje gemaakt van gekleurde mortel. En die heeft hij in die mal gelegd, een dikke laag zo. En daarna is die gegaan met een andere, een beetje kleurloze mortel, wat ook een beetje grover is. En daarna heeft hij de betonijzer erin gelegd en zo is het opgebouwd. Dus het is niet gestort of zo, het is in lagen neergelegd en dat heeft hij in de mal geraakt en dat heeft hij laten hard worden. Wat mij opvalt is dat er pigment is toegevoegd aan de mortel. En om de kleur nog meer te versterken en ook om een beetje structuur te krijgen, zijn er verschillende kleuren granulaat, verschillende kleuren steentjes aan toegevoegd, waardoor je deze huid krijgt. Ik ben op zoek gegaan naar steentjes. Ik heb natuurlijk al een hele voorraad, want dit komt heel veel voor en ik heb een behoorlijke kleurencollectie van granulaat. Ik ben erachter gekomen dat deze het dichtst bij komt. Hier heb je dan zo'n blok steen of een stuk steen van Lotte van der Graag. En dit zit een beetje aardig in de buurt. Als ik dit beeld nou ga restaureren, dan moet je sommige dingen wel respecteren. Je moet op de eerste plaats kunnen blijven zien dat het een beeld is wat al 40, 45 jaar oud is. Dus je moet materialen gebruiken die ook op de juiste manier oud kunnen worden. Wat natuurlijk wel gebeurt, ik ga hem schoonmaken, waardoor hij in eerste instantie vrij fris gaat ogen. En daarna is het gewoon weer een begin van een volgende stadium van oud worden. En dat gaat dan heel gestaag door, waardoor het mooi oud wordt.
Gisteren heb ik deze plekken gerestaureerd met een goede mortel waar ik wat granulaat in heb gedaan, wat hetzelfde is als bij de originele versie. Wat ik nu doe is die huid weer een beetje open krabbelen met een ruwe spons, met een staalspons, zodat die korreltjes een beetje vrijkomen. En wat ik daarna doe is met een minerale verf ga ik de plek nog een beetje retoucheren. Dat is qua kleur. Ik kwam erachter dat het niet alleen maar donker is, maar het is niet zwart, maar het is een beetje groenzwart. Dus ik heb een kleurtje bedacht wat aardig in de buurt komt en daar ga ik het nog mee retoucheren. En dan kan het opgeleverd worden. Als je goed naar het object kijkt, naar dat relief, dan zie je eigenlijk maar één motief. Het is wel een gecompliceerd motief, maar dat motief heeft ze steeds een kwart gedraaid en nog een keer gedraaid. En op verschillende manieren op die band gezet. Dat heeft ze razend knap gedaan. En dat maakt dit beeld heel bijzonder.